Eddy Kasteels, is dit de seizoenstart waar jullie vooraf voor getekend hadden? Ja, toch wel. Ik denk dat Rotterdam dit jaar opnieuw een stap voorwaarts zet. In het algemeen bekeken, qua organisatie, qua club. Mooie ploeg, Nederlands getint uiteraard. Maar 20 punten hier komen winnen in een eerste confrontatie waarin dat wij rekenschap moeten houden met het feit dat voor ons ja, Kerasi, De Jong pas zijn ingestapt. En dat hier in feite Eric Stutz zijn eerste wedstrijd speelt. Dan hebben wij nog een groeimarge, maar wij staan met de twee voeten op de grond en bouwen aan meer. En met Deron Scott noem je de vier namen die er niet bij waren toen jullie elkaar al troffen in de oefencampagne. Toen verloren jullie van Rotterdam. Maken zij dan zoveel verschil met z'n vieren? Zelfs Rogier Jansen speelde die mee thuis tegen Rotterdam. Maar daar zijn we niet op gefixeerd. Ik heb dat ook gezegd tegen de jongens. Onze voorbereiding was totaal gericht op mogelijkheden geven aan onze jonge talenten. Op basis van Amerikaantjes met papierproblemen, administratieve problemen, werkvergunning, verblijfsvergunning, je weet hoe dat het gaat. En onze twee internationals die dat tot 1 oktober rust hebben gekregen. Dus doelbewust hebben we daar gekozen voor jongens zoals Versteeg, Driessen, Willems, Averink, die dat 30, 35 minuten gewerkt hebben op het terrein. En die hebben dat zeer goed gedaan tegen Rotterdam toen ze in onze vriendschappelijke wedstrijd thuis. Dat was een wedstrijd met heel veel voordoening voor die talenten. Maar nu stappen wij in een nieuwe richting. Resultaatgebonden, competitiegebonden. Met eventueel ja, in ons achterhoofd van wat nut heeft het om een gans jaar nummer 1 te staan en op het einde van de rit tekort te komen. Laat ons nu maar rustig verder doen. Investeren in hetgeen dat we hier samen hebben. En trachten op het einde van het seizoen te pieken. Dus eigenlijk had je voor het eerst je selectie op volle oorlogssterkte. Hoe beviel de samenwerking? Een beetje stroef natuurlijk op het terrein, maar dat is logisch. Ik vond ons iets te veel balverlies hebben. Balverlies waar dat ik het accent aan leg bij het feit dat de tegenstrever in feite niet zo heel veel moest doen om dat balverlies te creëren. Het lag veel eer bij onszelf dat we slechte beslissingen namen, slechte pas gaven. Dus dat moet er allemaal vooruit, dat moet er allemaal nog uit. Maar bon, dat is op zich geen enkel probleem. We spelen hier tegen een ploeg dat wel een goede continuïteit heeft met Krabbendam, Stijn, Teukens, Kok, al die jongens. Ja, dat speelt al voldoende samen om dat op die manier in elkaar te steken en resultaatgebonden te werken naar de toekomst toe. Nu heb je dus de beschikking weer over Worthy de Jong. Hij is samen met Mokerasi op het EK geweest en heeft daar grote indruk gemaakt. Had jij nog op hem gerekend bij het begin van dit seizoen? Ik heb met Worthy de Jong samengezeten. Alvorens dat we gestart zijn. Ik heb navraag gedaan naar zijn noden. Ik sta daar nu niet meer bij stil. Elk moment kan verrassend zijn in heel die context, maar ik ben niet de coach die dat talenten zoals Worthy de Jong tegenhoudt als een opportuniteit zich moest aanbieden. Het is een keuze van hemzelf. Het zou jammer zijn als je zo'n talent ziet verliezen, ziet weggaan. Maar ja, topsport, prof zijn, dat hoort er allemaal bij. En in het voetbal hoort men niet anders van spelers die van het een ploeg naar de ander gaan. Maar daar is nog sprake van een transfermarkt, hè? Op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Ja, maar kijk, basketbal zit daar niets anders in elkaar. Ik ga erop toekijken en hem alert houden zolang dat hij hier bij ons is. Om het niveau te halen dat hij in de voorgaande jaren heeft en hopen dat hij op basis van gezonde knieën kan blijven presteren voor deze club. Hij heeft zich wel een dubbel opzicht in de kijker gespeeld op het EK. Niet alleen bij de Europese basketbalclubs, maar ook je ziet het aan de fans hier in Rotterdam. Hij is populair. Tja, ik zou daar gewoon een antwoord willen op geven. Als de krant nu niet moest meeluisteren, dan zou ik zeggen kom, ik geef u een fair antwoord. Maar ik ga dat niet verdiepen. Waarom niet? Hoeft ook niet. Maar het is toch een constatering dat hij populair is, dat heeft u ook gezien, toch? Tuurlijk. Weet je,
ik zie bij die jongen juist hetzelfde gebeuren in heel die context. Hetgeen dat bij ons in ons land gebeurd is met jongens zoals Van Rossum en Hervel. Die hebben dat ganse gebeuren voor ons land op sleeptouw genomen. En we hebben dankbaar gebruik van gemaakt. Dat is juist hetzelfde hier. U spreekt van Wordy de Jong in de kijker gespeeld. Kan goed zijn. Ik zie hier elke dag een jongen in mijn ploeg die dat zo mogelijk zelfs nog meer potentieel heeft. Maar ook Erasi. Dus andere jongens spelen bij ons in de ploeg. Koenis, Van der List, Jansen. In de toekomst eventueel een Driessen. Dat zijn allemaal potentiële spelers voor het nationale team. Ik stel met verbijstering vast en aangename verbijstering vast dat dit land een enorm potentieel heeft op het gebied van basketbal om een hele mooie toekomst uit te bouwen. Alleen ben ik er 100% zeker van, en dat mag ik zeggen, denk ik, het is niet zo evident en het komt niet zomaar. Het komt niet naar u toe, je moet erachter gaan om het te creëren. Dus het zal geen wandeling in het park zijn, het zal echt harde arbeid zijn om het volgende hoofdstuk aan te snijden. Maar tot slot één misverstand uit de wereld helpen. U bent wel blij dat de jongen weer bij is? Goh, heb ik dat zo mis doen begrijpen? Nee hoor, het is een dolletje. een hele goeie dan, want ik had ze niet begrepen. Maar kijk, ik heb veel talent tegengekomen in mijn carrière, mag ik zeggen. Ik sta ondertussen toch bijna 30 jaar in dit vak. Dat ze maar verder doen in Nederland. Ze hebben mogelijkheden. Niet alleen met Wordy, maar Wordy is een van de sterkmakers. Niet alleen hier voor Leiden en voor mij als coach. Maar vooral voor het Nederlands basketbal, zoals u daar juist kwam te zeggen.